En de fluit heeft geklonken en we zijn nu vertrokken. We gaan kijken naar de situatie na de startblok. Hele meute komt ze dadelijk hier voorbij geflitst. De nationale kampioen hier op kop rijden, Salvador Alvarado. En inderdaad, ik krijg zo de leider in de wedstrijd, krijg ik in zicht. Gaat het zo meteen hier passeren tussen de rooien. Het is de man uit Rotterdam, Salvador Alvarado, die de leider in de wedstrijd heeft, gevolgd door Hupart. Ze moeten nu van de fiets af. Hij moet in ieder geval van de fiets af. En ook nummer 2, Hupart, moet van de fiets af. Dan hebben we nummer 3. In koers, dat is met de nummer 4, is 12 van dat drift. En op de nummer 4 en nummer 30, Stijn Jozen. Dat is dus de kop van de wedstrijd. En hier komt hij aan, maar hij heeft ook fiets. Moet even flink aanzetten. Salvador Alvarado, goed van de fiets af, tweede plek hier. Hupart in de achtervolging, dan 12 van dat drift op een derde plek. En Stijn Jozen moet ook echt alles ingeven om aan te sluiten. Maar één leider in de wedstrijd op de moment bij Tom Kopsier. Het was Salvador Alvarado. En inmiddels passeert hier het hele veld. Het hele veld achter elkaar aan. En het is hier best zuiging. En bij doorkomst zijn er zo dadelijk nog 2 rondes te rijden. Inmiddels ook gevolgd een riante voorsprong, ongenaakbare dag. Pakt hij alle bordjes aan de heuveltjes en pakt hij alle draaiallokeringen. Hier door de bossen heeft hij geen metertje prijs. Hij passeert hem zo meteen, dus de leider in de wedstrijd. Salvador Alvarado moet nu van de fiets af. En van de achtervolgers, ja, die zie je toch nog een hele verder. En de achtervolgers onder leiding van Hupart. En de aanmoedigingen zijn voor de winnaar. Hij moet hier. Hij komt helemaal goed boven. En nogmaals, Salvador Alvarado. Die heeft hier de compositie gepakt. Wat metertjes heeft hij weer gepakt. Wat seconden lijkt mij op de 3 achtervolgers. En dat zijn Hupart en 12 van de drift. En het zijn Hulmse, dat is de situatie. De wedstrijd en de terechtervolgers onder leiding dus van Hupart moeten hier het stijlklimmetje, moeten dan echt even uit het zadel en komen volgens iemand af. Nee, het is een fantastische danslijn in de achtervolging. De 3 achtervolgers worden weer op de rug gezeten door Joppe de Heij en door Hugo Kars. Dan hebben we nummer 22, Jurie Meus, ook gepasseerd. En dan hebben we een goede positie in de wedstrijd. En ook Mika Sardina. En zo meteen moet jij dus de leiding in de wedstrijd krijgen. En dan gaat hij de finale ronde, als ik het goed heb, Salvador Alvarado. Hij komt eraan. En hier komt die nationale kampioen, krijgt de bel voor de laatste ronde, Salvador Alvarado. Winnaar in Hogeveen in Zeeland, in Maurik in Apeldoorn. En in Tilburg, zojuist uit opzicht verdwenen. Gaan we de herhaling krijgen van vorig jaar, Salvador Alvarado, nu op het middenterrein. Laat de bijzonder sterke indruk achter, daar de overzijde zien we wegflitsen.
stad van de Raden veel wachten op volgers om nog een nieuwe te krijgen. Samen met de Twan van der Drift. We gaan kijken naar de flitsende doorkomst hier van Hugo Kars. Op de gezeten door Jongen de Heij. Hier komt Juri Mins voorbij, laatste ronde. Dus met een 40-tal seconden aan de laatste ronde begonnen. Halve dag al de Jano. Oproep voor de organisatie voor de inschrijflijst van de categorie 7. Kastarina die hier voorbij komt, de laatste ronde. Laatste ronde gaat hier in Lange van de Zwaan. Ja, hier is toch een ronde van zaadjes gezien. Goed, dan wordt direct in de aanslag gebracht. Hier komt hij, de winnaar van de wedstrijd vandaag. Hier is Salvador Alvarado. Onbetwiste uitblinker vandaag hier in categorie 6. Hij doet daarmee ook zijn rugnummer uiteraard alle eer aan rugnummer 1. Dan gaan we een spannend duel krijgen. Zo dadelijk om de overige ereplaats op de podium plaatsen. Dan weet ik de eerste 10 vandaag in de prijzen. Ik heb nog nummer 2, 3 en 4 voor jou. Het is Stijn Wilms nog steeds voortman van de drift en de vierde plek op dit moment dan voor Hubert. Ik ben benieuwd. Ze gaan zo het asfalt op en jij ziet ze komen. De strijd is ombrand om de tweede en derde plek. Grote finale wat betreft de nummer 2 en 3 zo dadelijk hier sprint de tonderen plaatsen. Gaan we de tweede plaats krijgen voor Twan van der Drift. Derde wordt Hubarts. De vierde plaats gaat terechtkomen bij Stijn Willemsen. Vijfde plaats voor Joppe de Heij. Gaat de zesde plaats hier terechtkomen bij Hugo Kars. Zevende plaats voor Juri Meus. Als eerste zevende de wedstrijd hier gepasseerd. Gevolgd door Mika Sardina. Negende plaats gaat dan prooi worden voor Laura van der Zwaan. Dus de volgende binnenkomst die we gaan krijgen is die van Kjell Roelbach. En ook wat betreft deze categorie gaan we een afloop de huldiging krijgen van de eerste 10. Erin, ik sprak zojuist iemand van de EHBO en ik zeg altijd een veilig gevoel dat de dames en heren van de EHBO hier zijn vandaag. Maar ze hebben de tas nog dicht kunnen houden. Nou, dat gelukkig waar. Maar goed dat ze zijn. Hier is nog Altink en Nout van der Hulk gaan hier finishen. Geldt ook voor Dorien Hoogantik in deze volgorde. Jan Riebeek de Betouwers hebben hier ook de aankomst van Rick van der Poel. Binnenkomst van Ben Schutte. Volgende aankomst wordt die van Gerrie-Jan Boeverman. Thank you.
Aankomst hier van Ruben Velter. Voor de aankomst wordt die van Wouter Goverende. Applaus hier ook zojuist voor Jip Kramer. Geen idee. De finish gaan we krijgen van Tristan Gelijn. Aankomst ook van Stijn Hanegraaf. Hier komt over de week Milan de Graven.